We zijn vandaag in de Sint-Annazaal en in de Sint-Annazaal wordt de kandidatenprins carnaval voor 2012 voorgesteld, die zich volgende week zal aandienen als prins carnaval. Prins of prinses, mij maakt het eigenlijk niet veel uit. Vannacht met moeite kunnen slapen, gedierig nog dat loge liegen gapen. Ik verwacht dat de beste carnaval zal worden dat ik ooit zal hebben. Ik denk dat echt, dus ik ga wel in de stoet, alleen andere jaar nog, maar het zal iets speciaals zijn volgens mij. Ik pas op wat er ging gebeuren. Ik blijf er hier. Nu begint eigenlijk de voorbereidingen voor alles en nog wat. Het is te zeggen, de puzzel moet kloppen. Hè? We hebben wel denkbeeldig iets in ons hoofd van hoe dat we zondag de stoet gaan aanvangen. Maar dat moet al heel lang op voorhand allemaal vast liggen. Als de wal gespoord is, stond.